Dit is een oliekever. Een kever met de dikste kont ter wereld. Grappig niet. Ze zijn ongeveer 3 centimeter groot. Je vindt ze in droge landschappen. En dit wijfje legt duizenden eieren op en in de grond. Waarom? Omdat de meeste larven zullen sterven. Voortplanting is erg ingewikkeld namelijk. Wat doen die larfjes? Die larfjes die klimmen een plant hoog en wachten dan in een bloem op een solitaire bij. Zie je het larfje? Daar ja, precies. En hops, dan klemmen die zich vast met 3 haakjes en het poot op die bij. Dit is een mier, geen larfje. Dit is een wans, ook geen larfje. Valt nog niet mee die larfjes te vinden. En dan moet het ook nog de juiste solitaire bij of wesp zijn. Dan vliegt die larve mee naar het holletje van die bij of wesp. En in dat holletje vreet die larve eerst het ei op van die bij. Daarna vervelt de larve en ziet eruit als een made. Die made die vreet dan de hele voedselvoorraad op van die bij. En vervelt nog een paar keer, dan komen er nog een paar andere larventypen, erg ingewikkeld allemaal. En dan in april zijn er weer nieuwe volwassen kevers. Je moet een beetje oppassen met de kevers. Dit moet je dus eigenlijk niet doen. Want ze hebben een ook bij mensen werkzaam gif bij zich, cantharidine. En dat is niet zo aangenaam als ze dat op je spuiten. Het is een beetje olieachtig, vandaar de naam oliekever. Mannetjes zijn veel kleiner, geen 3, maar 1 centimeter ongeveer. En hebben geknikte voelsprieten. Nou, veel plezier in de natuur en geniet de kevers van april tot juni. Doei doei!